Hallo, mijn naam is Kirsten. Ik ben 55 jaar en ik ben graag creatief bezig. Mijn kanaal heet Kianna's Creaties. Kianna is mijn nickname. Zo ben ik ook bekend op bijvoorbeeld Instagram en Pinterest. En wat ik voornamelijk doe is borduren. Zowel kruissteek als borduren op papier. En ik maak artist trading cards, ATC's. Daar heb ik ook een groepje voor op Facebook. En dit is mijn eerste Flosstube filmpje, dus dat betekent dat we het over kruissteekborduren gaan hebben deze keer. Dat heb ik ooit geleerd toen ik een jaar of 11 was van mijn tante. Ik was daar een keer een weekend logeren en om de tijd door te brengen heeft zij mij geleerd om te borduren. En het allereerste borduurwerkje, dat heb ik ook nog. Het is nooit afgemaakt, maar dat zijn deze beertjes. Ik ga het ook niet meer afmaken. Ik laat het lekker zoals het is. En dat is het allereerste borduurwerk. En als ik zo kijk daarna, dan heeft mijn tante het mij goed geleerd. Want alle kruisjes die wijzen dezelfde kant op. Dus heeft ze goed uitgelegd. En wat ik ook nog heb gemaakt bij mijn tante is dit tasje. Nou ja, niet echt een tasje. Een soort hoesje is het met wat drukkertjes erin. Hij is erg scheef in elkaar gezet met de naaimachine onder begeleiding van mijn tante. En ondanks dat hij scheef is en eigenlijk niet verder afgewerkt, zal hij nooit weggaan. Dat bewaar ik. Dat vind ik gewoon echt heel schattig. En dan kwam ik laatst nog een borduurwerkje tegen. Mijn moeder die had opgeruimd, die deed een stapel met spullen weg, waaronder deze kaart. Een engeltje. Ik weet niet meer wanneer ik deze gemaakt heb. Ik denk dat ik een jaar of 14 geweest zal zijn. Maar mijn echt eerste borduurwerk, dat heb ik op school gemaakt. In het handwerkklasje. Ik denk dat ik een jaar of 8 geweest zal moeten zijn. We hadden eens in de week, de meisjes hadden handwerken. En de jongens hadden op datzelfde tijdstip hadden handenarbeid. Dus die gingen met hout en dat soort dingen aan de slag. En daar heb ik dit hoesje gemaakt. Het is wel op Aida stof. Heel groot Aida. Dat groene lijntje, dat is wel kruissteek. Maar de rest dus duidelijk niet. En aan de binnenkant zit een vlindertjes stofje. En hier heb ik jarenlang de rekenmachine in bewaard. Dus dit is mijn eerste borduurwerk. Nou, verder maak ik het liefst kleine borduurwerken en dat komt omdat ik er helemaal niet van hou om bijvoorbeeld een borduurwerk tot een kussen of schilderij te verwerken. Dat past gewoon niet bij mij, dus dat doe ik liever niet. Alhoewel ik de laatste tijd wel meer neig om grotere dingen te borduren, maar dan voornamelijk kerst. Ik hou heel erg van de kerst, ik hou heel erg van de sfeer en het Victoriaanse, dat spreekt me heel erg aan. Dus ik heb nu een aantal borduurwerken die wat groter zijn. Op de planning staan, speciaal voor de kerst. En mijn kleine borduurwerken die ik maak, die verwerk ik tot kaart om met de kerst of verjaardagen of Pasen of zo te versturen. Ik heb natuurlijk wel een paar andere dingen gemaakt dan kaarten. Ik heb deze biscornu gemaakt. Aan de ene kant staan kamelen en piramides. En aan de andere kant staan Egyptische katten en op de hoeken de scarabees. En de hoekjes heb ik afgewerkt met bijkleurende kraaltjes. Nou zou ik dit natuurlijk als speldenkussen kunnen gebruiken, maar ik ben bang dat ik hem dan kapot prik. Dus dat doe ik niet. Dus deze ligt in een doosje in de kast. Want ik heb geen idee wat ik ermee moet doen. Vandaar dat ik dit soort dingen eigenlijk liever niet maak. Maar ja, soms heb je een uitdaging nodig om te kijken of je het kan maken. En dat kon ik en dat was nog makkelijker dan ik dacht ook. Toen heb ik later voor een borduurgroep die ik op Facebook heb gehad een stitchalong georganiseerd. Had ik iedereen de link gegeven naar een gratis patroon op internet. Dat was dit patroon. Een soort matroeska-achtige poppetjes met een struik. En de achterkant is heel simpel. Maar wat mij hier zo aan aansprak, dat waren de vrolijke, heldere, zomerse kleuren. En ook deze, die ligt in dat doosje.
met borduurwerken waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. En ik heb ook nog een heel klein hangertje geborduurd voor Halloween. Volgens mij is dit een Prairie School patroontje. Aan de achterkant een bijpassend stofje. Ja, in Nederland vieren we natuurlijk helemaal geen Halloween. Dus we hebben hier ook geen Halloween bomen of takken of wat dan ook. Maar misschien is dat iets wat ik dan toch maar moet gaan doen. En dan wat meer van dit soort versierseltjes maken. Want ik vind hem wel erg leuk. Al zeg ik het zelf. En dan heb ik hier nog een kussentje wat ik heb geborduurd. Dus met aliens en UFO's en de Men in Black. Ik hou zelf namelijk erg van science fiction en zo, dus dit was echt een patroon wat bij mij paste. En op de achterkant een stukje stof met planeten. En ook deze ligt in dat doosje met borduurwerkjes van mij. Dan doe ik natuurlijk ook een kaart borduren. Borduren op papier. Maar dat laat ik deze keer niet zien. Ik wil het deze keer alleen houden bij deze dingen die ik heb geborduurd. De meeste borduurwerk heb ik natuurlijk tot kaart verwerkt, dus die heb ik niet meer. Ik bewaar altijd wel overal foto's van. Mocht je meer van mij willen zien, ik zit op Instagram op Kianna65. Het is misschien leuk als je me daar wil volgen en... Ik hoop dat het gaat lukken om wat regelmatig filmpjes te maken hier voor op mijn YouTube kanaal. En neem het niet kwalijk als de dingen niet helemaal goed gaan, want ik moet ook nog even wennen. Het is allemaal nieuw voor mij. Ik moet even leren uitvogelen van wat de beste camerapositie is en hoe hard ik het beste kan praten, waar ik moet kijken. Want je bent geneigd om naar jezelf in beeld te kijken. Maar dan kijk ik voor jullie opzij, terwijl als ik in de camera kijk, dan kijk ik voor mijn gevoel opzij. Dus dat zijn even dingen die ik uit moet vogelen. En het is hier erg wit nog, maar dit is dus mijn net ingerichte hobbykamer die nog niet helemaal klaar is. Er komt van de week in ieder geval nog een stoel, die komt in die hoek daar te staan. Dat is de stoel waar ik in wil gaan zitten borduren. Er komt ook nog een staande lamp bij en ik wil nog iets aan die muur hebben hangen. En voor de rest hou ik heel erg van rust. Dus mijn hobbykamer is heel rustig, wit. En ik probeer zo min mogelijk spullen op mijn bureau te hebben staan. Maar omdat ik hier nu nog maar een paar dagen zit, moet ik nog eventjes alles een plekje geven en uitvogelen wat het beste werkt. Dus jullie krijgen nog een rondleiding door mijn hobbykamer heen. En de kasten en hoe ik mijn spullen opberg. Maar voor deze keer dus eventjes een paar borduurwerkjes die ik wilde zien. Nou, leuk dat je er was. Hopelijk tot de volgende keer en fijn weekend verder.